Dit is het nieuwe energiejournaal van donderdag 4 april. Met zonnepanelen prijsstijging dreigt door handelsoorlog met China. Windcoöperatie Zeewind ziet kansen voor wind op land. En schaliegas wordt gehyped, zegt hoogleraar Jan Rotmans. Hallo, zonne-energie lijkt weer wat duurder te worden. De laatste weken kwam er een eind aan de jarenlange tendens van prijsdalingen. Het komt door een handelsoorlog tussen Europa en China. De Europese Unie wil importheffingen doorvoeren op Chinese zonnepanelen vanwege vermeende dumppraktijken. De brenger van dit matige nieuws is Peter Segaar, de man achter het vermaarde polder-PV. De prijzen gaan nu al omhoog van de Chinese modules. Op de spotmarkt, zeg maar de internationale handelsmarkt, gaan de prijzen nu al omhoog. De curve die normaal gesproken dus continu omlaag ging en maar omlaag ging, is een paar maanden geleden gestabiliseerd en die is nu voor het eerst omhoog aan het kruipen. Dat gaat nog niet met een enorme sprong. Maar hoe langer die onzekerheid duurt, het is heel erg moeilijk in te schatten hoe sterk dat effect zal zijn. De vraag voor zonnepanelenleveranciers in Europa is, als er een heffing komt, is die dan met terugwerkende kracht? Dat zou voor lopende opdrachten heel ongunstig kunnen uitpakken. Als de EU besluit van het is dumping geweest en er zijn illegale subsidies verstrekt door de staat of provinciale autoriteiten, etc. in China, dan moet er een heffing komen. Dan kan het ook zijn dat die per december pas in zal gaan. En niet met terugwerkende kracht. Dat moet je dus goed onderscheiden. Ondanks het conflict met de Chinezen blijft Peter Segaar optimistisch over de Nederlandse markt. Er is een groot risico dat die handelsstrijd zich gaat verdiepen. Maar de Nederlandse markt blijft groeien zonder meer. Hoe krijgen we in Nederland weer schot in het plaatsen van windturbines op land? Jarenlang lag het zo goed als stil, ondanks de welwillende intenties van verschillende kabinetten. Kijk eerst eens even naar de wanhoopskreet van een projectontwikkelaar die ons land ontvlucht is vanwege de extreme praktijk van vertragende bezwaarprocedures. Wij zijn gewoon aan dit soort volstrekte onzin ten onder gegaan. En daarom, mijn heren en de enkele dame, verdom ik het om nog langer in Nederland te werken. Nu zit er een regering die 16% duurzame energie in 2020 wil. Dus volle kracht vooruit wil met wind op land. Vorige week kwam Den Haag met een lijst van 11 gebieden waar windparken moeten verrijzen. Bijvoorbeeld hier in Zeeland bij de Krammersluizen. Gaat dat lukken? En zo ja, hoe lang gaat dat duren? Therese Janssens van Zeewind is blij met het voornemen, maar ze wijst erop dat er wel iets moet veranderen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. De overheid wil duurzame energie. Wij willen duurzame energie. Heel veel burgers willen duurzame energie. Maar we moeten de ruimte krijgen om dat ook te realiseren. En die ruimte die moet ook worden gecreëerd. En dat betekent dat ook de daad bij het woord moet gevoegd worden. Dat daar waar locaties zijn aangewezen, concentratiegebieden, zoals bijvoorbeeld de Krammersluizen, waar de omstandigheden ideaal zijn. Niet direct omwonenden, wel een goede windlocatie, er is ruimte. Als we het daar niet kunnen realiseren, dan kunnen we het nergens meer. Dan wordt het vrijwel onmogelijk. Momenteel zijn er te veel partijen betrokken bij een windproject. Maar uiteindelijk moet er wel een keer een besluit komen. Anders blijven we overleggen en komen we uiteindelijk nergens. En loopt het project op zijn minst vertraging op. En in het ergste geval komt het er nooit. Bij grote projecten is de overheid beslissend. Laat dan ook die nationale overheid de onderhandelingspartner zijn. Ik wil bij deze de overheid oproepen om dat wat op papier al geregeld is, om dat ook ten uitvoer te brengen. De beslissende stem voor een windpark van meer dan 100 megawatt ligt bij de overheid. Overheid, hou voet bij stuk. Laat het over één schijf gaan. Versimpel de procedures, maar doe ook iets aan de stijl van communiceren, zegt adviseur Helene van Rijn. Zet nieuwe projecten vaker neer als positieve kans, in plaats van stevast je in te graven tegen alle verwachte oppositie. De projectcommunicatie voor windenergieprojecten, daar kan nog wel veel aan verbeterd worden. Met name door vroeger te starten met de projectcommunicatie en niet pas op het moment dat een project in de vergunningsfase komt. Daarnaast is het ook zo dat veel communicatie nu wordt gericht op de negatieve aspecten. Terwijl er zo ontzettend veel positieve kanten ook aan zitten. Vaak wordt dat gewoon helemaal vergeten.
Door te veel te focussen op zaken als horizonvervuiling, geluidsoverlast of slagschaduw maak je van windenergie een probleemgeval. En als je alleen maar daarover bericht, dan gaan de mensen gewoon ook vergeten wat het allemaal kan brengen. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Met haar nieuwe informatieve website windpark.nu wil Van Rijn zelf het goede voorbeeld geven. En het fijne eraan is dat het is al kant en klaar. Dus op het moment dat men te laat start met die projectcommunicatie, kan toch heel snel een platform die aan die vragen van die omgeving voldoet, snel online zijn. De Amerikaanse maker van elektrische auto's Tesla heeft in het net afgesloten eerste kwartaal voor het eerst in zijn geschiedenis winst geboekt. Het bedrijf dat nu 3 jaar een beursnotering heeft, profiteerde van sterke verkoopcijfers van zijn volledig elektrische sedan. Dat maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend. Subsidies op energie doen meer kwaad dan goed. Ze hebben een verstorend effect op de economieën. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, in een studie waarin wereldwijd subsidies op energie onder de loep werden genomen. Het IMF pleit voor hervormingen waarbij de bezem flink door de financiële steun op energievormen wordt gehaald. Schaliegas wordt gehyped. Het mogelijke succes van dit onconventionele gas wordt overdreven neergezet door een lobby die niet onafhankelijk is. Dat is de mening van Jan Rotmans, wetenschapper, actievoerder en schrijver van het boek In het oog van de orkaan. We gaven hem 140 seconden om zijn punt te maken. Nou, investeren in centrale energie in plaats van decentrale duurzame energie is eigenlijk net zo dom als investeren in vaste telefonie in plaats van mobiele telefonie. Dit is de oude wereld, de oude industrie. Dus die oude industrie pompte dit letterlijk uit de grond. Heel centraal en verspreidende dan naar de bedrijven en de mensen. En er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waarop we dit doen. Maar dat geeft ook de markering aan van een ander tijdperk. Oil and gas. Shale gas is booming in the United States. And I wrote a column yesterday why it won't become booming in Europe. There are many reasons to give. But the situation, let's say, in Europe is completely different from the US. Want het gaat gepaard met heel veel geweld onder de grond. Het gaat gepaard met heel veel vervuiling. Het gaat gepaard met risico's, ook van bodemverzakking, aardbevingen. Dus als je nou denkt in termen van dat nieuwe model, hè, dat wij dat samen met de aarde gaan doen, met zo min mogelijk schade. Nou, dan staat dit, de winning van schaliegas, daar wel heel ver vanaf. Maar als je alleen al kijkt naar TNO bijvoorbeeld, die hebben ook een belang bij dat er geboord gaat worden. Er zijn er ook mensen die zeggen de echte orkaan die bevindt zich nu in Amerika. Dat is de schaliegasrevolutie. Dat sprookje duurt niet lang, want ze hebben een extreem lage gasprijs. 5 keer lager dan in China en 3 keer lager dan in Europa. Maar dat houden ze nooit lang vol, want ze hebben nu zoveel geïnvesteerd en er zijn zoveel putten geslagen, duizenden, dat er een overvloed aan schaliegas is. Dus het aanbod is groter dan de vraag, waardoor die prijs extreem laag is. Het is zelfs nog lager dan om het te maken. Het is lager dan de kostprijs. En de bedrijven die dat winnen, maken verlies. Dus dat kan nooit lang goed gaan. Dus waar hebben we het over? Zoveel moeite, zoveel schade, voor een heel klein beetje extra gas. Moeten we niet aan beginnen. Dat is terug naar vroeger en niet vooruit naar vroeger. Over een kleine 2 weken, op 16 april, is er in Amsterdam de uitreiking van de Peanuts Awards voor lokale duurzame energieinitiatieven. Kom daar vooral naartoe, zegt Layana Mokoginta. Mijn naam is Layana Mokoginta en samen met Pauline Westendorp en Maarten Bruns organiseren wij de Peanuts Awards. Wij willen namelijk heel graag iedereen die zich inzet voor lokale duurzame energie in Nederland, door het op te wekken of door het te promoten, in de spotlight zetten. Daarom hebben wij de Peanuts Awards uitgereikt en met 59 inzendingen dit jaar, echt fantastische initiatieven, en met even zoveel inzendingen in de voorgaande jaren, zien we gewoon dat het speelveld echt verdubbelt. Lokale duurzame energie is in beweging, in opkomst en niet meer weg te denken. 16 april aanstaande
dan reiken we de Peanuts Awards uit. Dan vormen alle mensen die bezig zijn met lokale duurzame energie, die vormen het speelveld. We komen met z'n allen bij elkaar en de spelersselectie, de inzendingen van dit jaar en van voorgaande jaren, die gaan we huldigen. Zonder fans heb je natuurlijk geen echte huldiging. De inzendingen, alle initiatieven, dat zijn onze spelersselectie, die staan op het veld. En de partners, nou, zie ons als de coaches, als de trainers, als de reservebankspelers. En we hebben natuurlijk heel veel fans nodig, aanmoedigers. Dus kom allemaal, neem vrienden mee, collega's, leveranciers, andere relaties, je familie. De toegang is gratis, samen maken we het speelveld sterk. Het is in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Nogmaals, toegang is gratis, dat is geen belemmering. Meld je wel even aan op www.peanuts.nu, p-nuts.nu. En samen maken we 16 april in de Sporthallen Zuid een dag om nooit te vergeten. Tot dan. Dit was het eerste nieuwe energiejournaal voor en door mensen die naar 100% duurzaam willen. Heeft u op- of aanmerkingen of nieuws voor een volgende editie? Laat het ons graag weten.